Jij bent natuurlijk weer de eerste die binnen is. 10 jaar iemand hier met tuinwerkband. Zo. Ja, wat leuk hier. Hallo. Oh, wat gaat ze bijna? Gevallen vrouw. Dus je neemt dat bamboe gewoon van de... Wat mooi. Waar haal je dat bamboe vandaan? Uit de tuin. Uit je eigen tuin? Ja. Oh, wat goed. Ik heb 10 jaar lang bamboe... verzameld. Verzameld, gekweekt. En oh. Nou ga ik eventjes oogsten. Ja. Dus het is eigen merk? Ja. Eigen merk bamboe. Eigen merk bamboe. Nou, dat is toch geweldig. En wat ga je er allemaal mee doen? Heb je ideeën of alleen ophangen? Lijstjes. Of leg te drogen? Het ligt te drogen en ik ga er lijstjes van maken. Oh ja. Voor foto's en voor een schilderij. Oh ja, dat is mooi. Dus deze ga je verhuren? Ja. Dat is mooi. Ja. Zoveel uren? Ja, zoveel per uur. En, of je kan hem ook de hele dag. Ja? Een week huren. Oh, ja, mensen ja. Mensen die door Nederland willen fietsen, toeristen. Oh, dat kan ook. Ja. Mooi. De buurt uitzetten natuurlijk. Ja. Je hebt het Naar de Meer, Ankerveense Plassen. Oh ja. Plas. Ja. Daar kan je overal kan je leuk fietsen. Wat was het vroeger dan hier? Dit noemen ze officieel een plofhuisje. Een plofhuisje. Dat betekent dat er munitie opgeslagen. Oh. Oh ja. En als er iets misging en het zou ontploffen, dan gaan niet de muren terug, maar dan gaat alleen het dak eraf. Ploft het dak eraf. Ja, ja. Daarom heet het plofhuisje. En welke munitie was het? De Eerste Wereldoorlog en de Tweede ook? Tjoe, ik dacht dat dit jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog is dit munitieopslag geworden. Oh, natuurlijk. Maar het kan ook ervoor zijn, dat weet ik niet zeker. Ja. Goed zo. En waar is die munitie nou heen gegaan? Ja. Hebben ze niet meer nodig natuurlijk. Niet meer nodig. Het is nou de kernbom. Nou, gaan we zo even een rondje van de trein maken. Ja. Leuk. Ik wil even de trein laten zien. Ja. Laat ik jullie even daar zien, dan lopen we zo die kant op. Oh, ja. Oké. Okay. Helemaal goed. Dag meneer. Dames, zijn wij even komen opzoeken. Mag u... Nou, gezellig. Mag u, of niet? Mag u? Kan u wat vertellen? Gaat u optreden in theater? Nee. Nee? Oh, u houdt het alleen bij? Wij zorgen dat mensen daarop kunnen treden. Nou, dat is geweldig. En wie mogen er allemaal optreden? Moet je opgeven? Iedereen die dat wil, maar wij doen het samen met de lokale club van de City of East Opa. Oh, en wat houdt dat in? Dat is onze culturele instelling en die omgeving. Oh, ja, die regelt dat natuurlijk. Dan moet je je opgeven natuurlijk, hè? Ja. Nou, dat geven wij ons ook op tegen die tijd. Dat moet je doen. Ik kan bij de City of East Opa aan de Herengracht daar. Oh, Herengracht. Amsterdam of hier in Wees? Nee, hier in Wees. Oh, heb je ook een Herengracht? We hebben ook een Herengracht. Ja, bijna alles. Ja, allemaal heren. Oh, een sluisdeur waar? Ja, hier. Tegen de boom. Tegen de boom. Oh, dat is de sluisdeur. Ja. Maar die wordt niet meer gebruikt, toch? Ze willen, ja, dit was helemaal onder aarde en hele fort ook. Dat hebben ze helemaal afgegraven. Oh, dat fort lag onder aarde? Lag helemaal onder aarde. En stenen en puin. Ja. Dat hebben ze helemaal afgegraven en hier, die gracht hebben ze ook weer gegraven. En die willen ze nog doortrekken naar hier. Oh ja. Want hij kan nog veel groter, dat ligt hier allemaal onder de grond nog. Oh, ja. Oh, wat goed. Dus dat hebben ze toen maar zo dichtgestort. Ja. Ja. Oh, dat doen ze nog. Ja. Nou, dat snap ik wel. Trouwerijen, condolences, van alles. Oh, ja. Dus dat was een opklapbrug. Hè? Ja. Mooi, hè? Ik kan er nu niet in, want het is een beetje ruïne. Oh. Alle stenen naar beneden en zo. Oh, nee, dat mag niet. Nee, dat maar hier moet hoort dus een opklapbrug, die willen ze wel weer ooit eens in ere herstellen. Oh, dat is mooi. Dus het ligt eigenlijk, het vat ligt aan de weg. Aan de weg, ja. Ja. Nou, oké. Dat is snel. En dus, die kan je huren, deze fiets? Hoe laat moet je terug zijn? Deze fiets mag je, hoe lang wilt u weg? Een klein uurtje. Nou, eerst maar even voor de beuren. Voor jullie is het 7,50 euro per persoon voor een uurtje. Nou, dat is toch mooi. Ja, en je weet hoe het werkt, hè? Ja. Je hebt hier drie versnellingen, vijf versnellingen. Of zes. Vijf versnellingen. Stoppen en dan draaien.
Je hebt handremmen. Oh ja, handremmen. Alles hebben we. Alles. En het sleuteltje in het slot, zit het er ook in? Ja, dat zit er ook in. Dat zit er ook in, ja. Nou, dan moet je eruit halen als je hem op slot zet, hè. Ja. Veel plezier, hè. Veel plezier. Wacht. Waar gaan jullie naartoe? Naar Ankerveen. Ankerveen? Ja. Nee, Ankerveen. Ja, ik heb nog. Ja, oké. Ja, door, hè.